It's all I wanna do. Yo, wat is zo'n welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Het is al vandaag. Ga ik spelen met de XM53 Lounge, die zoals jullie het hebben gezegd. En ik speel weer op de map Combine, dus ik word er echt een beetje gek van om alleen maar op deze map te spelen. Maar ja, Call of Duty, die gunt alleen maar deze map zo te zien. En ik stel altijd voor een andere map, maar ja, al die mensen die in deze lobby zitten willen natuurlijk Combine spelen. Dus daarom doen we dat ook maar. Maar we gaan natuurlijk gewoon proberen een goede score neer te zetten met een launcher. Ja, ik weet niet of het gaat lukken, dat zien jullie vanzelf. Ik heb wel heel dom geloof ik scavenger aangezet, maar dat kan ook goed zijn, want dan kan je alsnog ammo pakken van je teammate laten liggen. Dit is mijn klas, dus we gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Ik heb ook twee stuns aanstaan, voor mensen even te stunnen. En je loopt fucking langzaam, hoor. Hé, hey, dat is ook een nummer 1, dus dat is kill nummer 2. Ik pak wel ammo op, dat is wel mooi. Shit. Oh, ik wou hem slaan. Shit, man. Oké, maar ik moet dus, laat me zeggen, ik ben afhankelijk van mijn teammates. Ik heb ook Ghost aanstaan, vooral als de enemies een UAV hebben. Dan heb ik er, laat me zeggen, geen last van. Dat is maar één keer. Oké, kut, ik ben weer dood. Ik ga elkaar alleen met een potje verneuken, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon voor de fun. Je weet toch, denk ik. Oh, cheeky little kill, bitch. Nou, wat ik al zei, ik ben dus afhankelijk van mijn teammate. Ik pak geen ammo op. Let's go. Hier heb ik ook weer ammo, dus ik heb gelijk weer een kogeltje erbij. Oh my god, er kwam in mijn rug. Oké. Hij kwam dus met een MR6 in mijn rug. Ik denk dat ze aan de andere kant spawnen nu. Moet haast wel. Oh my god. Oh, kut. Ik ging dood door mijn eigen flashbang. Jongens, we gaan gewoon nog positief. We gaan proberen gewoon het potje positief te eindigen. Als het lukt zou het mooi zijn. Dus dan ga ik echt helemaal stuk. Ik weet even niet waar ze spawnen. Voor mij komen ze hieruit. Niet. Ik heb jouw MR6 even voor de zekerheid. Oh my god, ik kill hem twee keer. Ik kill hem twee keer. Oh. Huppakee. Oh. Kakkee. Dit is zo leuk, man. Probeer het een keer zelf uit, gewoon voor de fun met je vrienden of zo. Oh, mensen denken ook wel, ik ben echt zo'n douchebag op dit moment. Niemand mag mij in deze game, echt. Op dit moment mag niemand mij gewoon in deze lobby. Ik weet 100% zeker dat niemand mij mag. Oh my god, kut. Ik kon niet meer naar binnen, Ik denk anders kan ik ergens een scavenger oppakken. Ik kan mijn site nog steeds niet inroepen. Wauw, ik zie niks. Oh, ik zag niks. Shit. Hij was best wel scheetig groot eigenlijk, want hij killde hem gewoon niet. Kut. Hier, stomp je gewoon neer, vriend. Ik heb even mijn vest opgepakt. Ik moet eventjes wat kills pakken om scavenger op te pakken. Let's go. Dan ga ik alsnog dood. Fuck my life. Ja, oké. Chester, je bent echt fucking irritant. Maar ik sta nog positief. Hey. Hier, dan schiet ik je wel neer, hoor. Oh, het is al afgelopen, jongens. 14-9 is mijn eindscore. Ik ben positief gegaan, dus laat even je blauwe duimpje omhoog. Dat helpt me natuurlijk enorm.
En ik vind het eigenlijk niet mogen. Maar goed, het is mijn mening. Deze man speelt met een wapen. Met een reflex en één perk. Nou, duimpje omhoog voor jou. Dank voor het kijken in deze video, jongens. Tot morgen bij een nieuwe video. Groep nieuwe, drie nieuwe video. En jongens, laat blauw duimpje omhoog achter. Zoals ik het dus echt bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.